Hallo iedereen, hier zijn we dan weer, een nieuwe live, leuk weer vandaag, nog vakantie, eigenlijk echt een rustige stemming om nog een keer een creatie te maken. Goedemorgen. Tine, Anneli, Renaat. Leuk dat je er bent. Ik wacht nog even, want de mensen gaan nog wel wat aankomen. Goedemorgen, Jessie. Allen heel hartelijk welkom. Ik ga al stilletjes aan een keer verklappen voor de mensen die het nog niet weten, dat de challenge deze maand is paletkleuren. En dat doet ons alweer vlug naar de herfstkleuren denken, hé. Maar wel de warme kleuren, waar we eigenlijk heel mooie creaties kunnen mee maken. Zelf vind ik dat wel de leukste kleuren van het jaar. Omdat het allemaal zo warm, zo zacht is. Dus dat is een nieuwe challenge voor deze maand. Een kaartjesinspiratie. Ik had daar al een voorbeeldje van getoond. Kan ik hier al de lintjes wegsteken, want op duur zie je alleen maar de lintjes. Dus dat stond al in de kaartjesinspiratiegroep. Ik heb gekozen voor de zonnebloemen. En die hartjes van de bloemen heb ik met glossy acts gedaan. Zodanig als je dat beweegt, dat je mooi een verhoog ziet van de bloemen. En ook dat blinkt dan mooi, hè? Het is even een extra aandachtspuntje in de plaats van een platte zonnebloem. En dan ook nog een lieve groet van mij voor jou. Dat is het ook voor vandaag. Een lieve groet voor jou. De achterkant heb ik dan met een mal en een kaartje nog gedaan. Om erin te steken. Of om uw naamkaartje in te steken, dat kan ook, hè? Dus vandaag gaan we dat maken, maar de verrassing zat inderdaad langs de binnenkant. Dus als we dat open doen, dan zien we hier een doosje in zitten. Het is nogal een dik doosje, dus kan er nogal gerust wat in. De bedoeling is eigenlijk om 4 vaccinelichtjes in te steken. Er kunnen er 4 in. Er kunnen ook merci chocolaatjes in. Je kunt er ook eventueel geld in steken als dat voor een cadeautje is. Dat is al heel wat leuker als je zoiets afgeeft dan een envelop met geld. Dus je kunt daar ook andere snoepjes in steken en je steekt dan je geld ertussen. Ik heb er een stempeltje opgezet om van te snoepen, omdat het met merci chocolaatjes gevuld was. Maar ik heb die nu uitgehaald. Ik heb ze niet allemaal opgegeten, maar ik heb ze uitgehaald voor de live. Dus je doet dan van boven je doosje open en dan valt alles eruit wat je erin gestoken hebt. Dat is heel handig voor de ontvanger om het open te doen of terug toe te doen. En dat geheel wordt nog een keer met een lintje vooraan dichtgemaakt. Dus het is toch een mooi binnenkant van een kaartje. Het blijft eigenlijk een verrassing als je het langs de buitenkant ziet. Weet je niets, maar je doet het dan open en er komt nog een doosje tevoorschijn en nog een snoepje en een kaartje.
Dus dat gaan we maken. Voor de mensen die nog toekomen, hartelijk welkom alleszins. Ik ben blij dat je er nog allemaal bent. Voor de mensen die kiezen voor dat systeem te maken in het doosje, die mogen het lijmpistool al insteken. Want dat is best dat dat met lijmpistool gedaan wordt, omdat dat anders te gemakkelijk omhoog flipt. Wie dat er denkt of kiest om dat niet te doen, er zijn ook andere mogelijkheden. Dus niet panikeren dat het moeilijk gaat zijn. Er zijn gerust nog andere manieren om het doosje te maken. We gaan dat allemaal stap voor stap doornemen. En we starten met ons lijmpistool in te steken alleszins. En dan de kaartstok van 22 op 20. Dat is de kaartstok waar we het doosje mee gaan maken. Er zijn toch al een aantal kijkers. Ik denk dat we toch gaan mogen starten. Welkom allemaal. Dus iedereen heeft waarschijnlijk zijn boodschappenlijstje klaar liggen bij zich. Dus kunnen we al starten, niet? Dus de kaartstok van 22 op 20. Wat gaan we daar nu mee doen? We gaan daar rillen. En we gaan rillen. Dus onze kaartstok 22, 20. En we gaan rillen op de lange kant, dus de 22 kant langs daar. Op ons rilbord zo. En we gaan rillen op 8, op 10, op 18 en op 20. Zie? Daar ga ik nu ook mee rellen. Ik ga dat hier een beetje in beeld leggen. Dat iedereen die nog achterkomt ook nog een beetje kan inhalen. Dus op de 22 kant rellen we op 8. Rellen we op 10. Moeten we dan ons arm kunnen uitschuiven. Rellen we op 18. En daar rellen we op 20. En dan hebben we nog een klein biesje over. Dat is dan om te plakken. Wat doen we dan? We gaan dat dan een kwartslag draaien. En we gaan weer rellen. En dan gaan we rellen op 2, op 4, op 16 en op 18. Dus we draaien een kwartslag. En we rellen op 2, op 4, op 16 en op 18. We gaan dan nog niet plooien. We gaan een klein beetje wachten. Alleen maar rellen. Lukt dat voor iedereen tot daar? Zijn er mensen die meewerken? Als het te vlug gaat, roept alleszins. Hé? Of als je het niet weet of niet verstaat, het is de moment. Hé? Dus dan doen we dan weg. En nu gaan we ons kaartje bijhouden en gaan we stukken uitknippen. Dus we nemen de schaar bij. En dan zien we langs die vierkantjes dat je gereld hebt hier. Dus als je dat zo voor u legt, zie je hier vier vierkantjes. Dus ons kaartje ligt zo. Dus we knippen de vier vierkantjes hieruit. En aan de onderkant ook. Dus ik ga het hier leggen. De twee vierkantjes uit. En aan de andere kant ook de twee vierkantjes uit. Maar ik pijs dat ik al iets verkeerd gedaan heb.
Ofwel ik heb het verkeerde blad gepakt. Want ik heb niet echt vierkantjes. En daar gaan we nu verder ook een stuk uithalen. Dus hier hebben we dat uitgehaald. Kijk, dat is eruit. En dan hebben we weer een rillijn. De volgende. En dan mag eruit. Tot aan de volgende rillijn. Kijk, als het uitgeknipt is, ga je het beter zien. Mag het ook uitsnijden met mesken. Iemand die niet zo graag knipt, kiest maar wat dat beste voor u is. He. Voilà. Dus kijk, nu hebben we die vierkantjes uitgeknipt. Daar, die vierkantjes uitgeknipt. Daar. En nu heb je langs die rijlijn Hans dat stuk uitgeknipt. En langs die kant ook Hans dat stuk uitgeknipt. Zie, dan bekom je zoiets. Lukt dat? Of versta je het als je het nadien gaat maken? Ja, Renate, doe mee. Goed. Leuk. Lukt het? Voilà, dus zover. Nu gaan we de hoekjes afknippen nog. Hoekjes hier, hoekjes daar. Zodat dat, als we dat inplooien, dat dat beter inplooit, maar ook dat dat properder is van binnen. En nu gaan we een keer kijken wat dat je gaat doen met je doosje. Je kunt nu je doosje oftewel toelaten. Dat is natuurlijk de gemakkelijkste oplossing. Maar je kan er ook een gat in maken. En dan zie je er gewoon door. Je kan dat ook met een mikatje daarachter doen, maar het hoeft eigenlijk niet echt. Dus dan kan je gewoon kiezen dat je in je doosje een gat hebt. Dat kun je doen. Hoe doe je dat dan? Oftewel, pak je een mouw en je legt het op je doosje. Je meet de kanten een beetje uit natuurlijk. Dat langs de ene kant bijvoorbeeld 1 centimeter is, aan de andere kant ook 1 centimeter. En van boven ook gelijk is, dat het toch wat in de midden is. He. Dus dat kan je doen. Steek het in je stansmachine en je hebt dan een gat. Wat dat je dan ook doet terwijl dat je bezig bent in je stansmachine, is je designpapiertje pakken voor erop. En dat is designpapiertje van 7,5 op 11,5. En je kiest voor een gat eventueel, dan mag je dat er gerust ook opplakken. En door de twee stansen. Dan moet je geen twee keren werk doen. Dan is het alleszins ook perfect van maat. Want als je ze alle twee apart doet en het scheelt een ietsje, dan zou het wel kunnen dat het een of het ander niet perfect is. Dus het mag gerust als de machine het aan kan of als het zelf manueel draait, als je het aan kan, is het best dat je door de twee lagen een gat maakt. Dan zijn we zeker dat alles perfect mooi past. Moest het zijn dat je daarvoor kiest, dan mag je gerust het designpapier opplakken. Eventueel distressen, eventueel met een inktje, dat mag. Je plakt het erop en je stanst in je machine de cirkel uit. Voor wie die cirkel kiest. Iemand die dat gaat kiezen, moet dat nu nog niet doen. Want die heeft dat gat nog nodig. Maar iemand die kiest voor enkel gat, dan mag dat doen. Voor het geval dat je geen mal hebt en het met een cirkelsnijder gaat doen, dan pak je een snijmatje bij. En als je nu in zo'n stukje een cirkel moet snijden, dan meten we een keer en dat is hier 7,5.
Dus de helft van 7,5 is 3,75. Daar zet je dan een puntje. Maar we hebben nu nog niet genoeg, he, met één puntje. Dan draai je je blaadje. Dan meet je weer hoeveel centimeter dat is. En je meet dat op wat dat je puntje daar al staat. En hier is dat een 11,5. Dus moet het op een 5,75. Dat stikt op geen millimeter, maar moet ook geen 1,5 centimeter ervan zitten. Nee? Dus 5,75 en daar zet je ook een puntje. En herhaal dan je puntje die er al van de vorige keer stond. Ziet? Gaat je dichter tonen. Dus als je hier nu moet een gat in maken met de cirkelsnijder, omdat je bijvoorbeeld geen mal hebt in de juiste positie, dan meet je de ene kant aan de andere kant de helft, draai je kaartje, meet van de ene kant naar de andere kant de helft en dan bekom je een kruisje. Dat kruisje is het puntje waar we onze cirkelsnijder opzetten. Het beste is ook als je met de cirkelsnijder van vazen of een ander model toch wel een plaklintje op uw papier legt. Want dat zou nog een keer wegleiden. Dus dat is best. Je zet uw cirkelsnijder op het aantal centimeter dat moet zijn. 6 of 7 of 8. Zoals je zelf verkiest hoe groot dat mag zijn. Je zet uw cirkelsnijder op het aantal centimeter. Je zet het kruisje op uw kruisje. En je draait gewoon rond. En dan is er gewoon een gat in uw designpapier. Je kunt nu ook dat overtekenen. Of als je het kan met de cirkelsnijder. Maar dat hangt natuurlijk af hoe dik dat uw kaartstok is. En hoe dik dat uw designpapier is. Maar je kunt dat gerust ook met de cirkelsnijder door de twee lagen heen. Maar dat hangt af van dikte. Dus moest het te dik zijn, dan moet je het nog een keer, het gat dat je hier gemaakt hebt, nog een keer overtekenen langs hier en nog een keer uitsnijden. Goed, en dan heb je een doosje met gewoon een gat erin. En dat gat maak je, oftewel met een mal, dubbel erop als het toestel het toelaat, oftewel maak je een gat met de cirkelsnijder. Ook door de twee lagen als het toelaat. Als alles een beetje te dik is, moet je het wel in twee keren doen. Dus dat is, mocht je eventueel kiezen om alleen een gaatje erin te maken in je doosje. Maar we kunnen natuurlijk nog iets meer dan een gaatje maken. Hè? Maar dat is dan volledig aan uw keuze. Wat dat we gaan doen? Ik snij dan een, of met een malletje, dat kan ook, als je dat hebt. Je pakt je malletje, hoe weet dat je je gaatje wil dan. Ziet, dus dat is een malletje die hier perfect van maat oppast. Wat doe je dan? Je pakt je designpapier. Juist hetzelfde, je hebt hier je middenpuntje van je cirkel. En je legt je cirkel, je mal, mooi in het midden van je papier. Dus de cirkel is een 6, dus komt het middelpuntje op een 3. Zie, nu ligt dat mooi in de midden. En je houdt dat dan vast. En je mag oftewel de binnenkant van de mal, oftewel de buitenkant van de mal, dat is al gelijk hoe dat je het wilt. En teken met een potloodje zacht die een contour van die mal. Ziet op je designpapier. Zachtjes, hé, dan nog kunnen uitkomen. En nu gaan we die ster maken. Eigenlijk mag je die ster vrijwillig maken. Eigenlijk zijn er mensen die gewoon een snijmes pakken, horizontaal, verticaal, en ze snijden gewoon wat dat uitkomt.
Dat kan, dat geeft ook wel zijn charmes. Aan al die puntjes verschillende breedtes hebben eigenlijk. Maar ik hou nogal van dat allemaal wat gelijk is en wat mooi is. Dus ik zet er toch wel punten aan dat we aan elkaar verbinden, zodat dan al die puntjes gelijk uitkomen. Zie, dus wat gaan we doen? Daarvoor is het handig, oftewel een lat van Joy. Dat is geen nieuwe lat, dat is al een eindje uit, maar dat is wel een doorzichtige lat. En dat heeft wel het voordeel dat je ziet aan de lijnen die op de lat staan, dat je gelijk bent. Ziet, je moet een lijntje trekken en het moet recht zijn. Dan zit het gemakkelijk. Je legt een verticale lijn op je punt. En je ziet zo door het latje heen de evenwijdige lijnen. Maar heb je dat nu niet, dat is nu ook niet erg. Heb dan ook wel nog een snijmat. He. Dus maak daar zeker gebruik van. Want we moeten hier nu in de midden een lijn zetten. Want we kunnen niet goed onze lijn zo zetten. He, en denken dat het de midden is. Maar daarom pak ik dan het middelpuntje. En ik gebruik de lijntjes die op de snijmat staan om recht te zijn. Maar natuurlijk je designpapier ook recht leggen. He, want als dat gaat schuin liggen. Heeft niet veel zin van uw lijntjes op je snijmat te volgen, he, want dan gaan ze ook schuin zijn. Dus papiertje recht en we gebruiken het snijmatje, de lijntjes, om mooi recht te zijn. Want in een cirkel zie je niet, als je hier begint, dat je daar nog recht bent. He. Dus we gaan daar onze lat leggen, het middelpuntje op ons latje. En dan pakken we ons snijmesje bij. Een snijmes of een vingermesje, dat kan ook. En we gaan bijna aan het einde, een half centimeter ervan, moet je zeggen. Ons snijmes zetten. En we gaan rechtdoor tot aan de volgende kant. Ook een half centimeter van de rand. Ziet? Niet helemaal doorsnijden. Nee. Het moet nog een beetje kunnen vastheid hebben ook, hè? Dan gaan we het kaartje draaien. We kijken weer ons latje op het middelpunt. En we zoeken weer een lijntje op ons snijmatje die ons kan helpen om een mooie rechte lijn te maken. En weer een half centimeter van de zijkant zetten we onze mespunt erin. Door het middelpunt tot aan het volgende weer een half centimeter van die een boord. Ziet, nu hebben we maar vier stukjes. Maar vier stukjes, dat is nog te zwaar om gedraaid te krijgen. Dus gaan we dan nog een keer diagonaal snijden. Dus we leggen weer ons middelpuntje op ons snijmatje. Ons latje leggen we erbij. En we gaan weer op ons snijmatje een rechte lijn zoeken. Zodanig dat we weten dat we recht snijden. Weer een half centimeter van de rand door het middelpunt en ook weer een half centimeter van de rand blijven. Ziet, nu hebben we dat vierde stuk gedeeld, nog een keer in een stuk, dan we acht stukjes gaan hebben. Maar we hebben hier nu nog een groot stuk, dat moeten we nog een keer doen. He. Ons designpapier op matje, het middelpunt leggen we onze meetlat weer op. En we zoeken op ons snijmat een streep die ons kan helpen zodanig dat die lijn recht is. Weer een halve centimeter ervan door het middelpunt en weer een halve centimeter van de rand blijven. En nu zijn al die stukjes gelijk. Als je het kriskras doet, is dat een ander resultaat natuurlijk. En nu gaan we die randjes omplooien. Ik heb hier sisal gebruikt. Dat is wat je in de tuincenter of in de hobbywinkel ook wel vindt. Sisal. Je kunt ook een steviger materie
Gelijk als je wilt er een nestje van maken bijvoorbeeld, met Pasen, dan kun je daartussen nog een keer extra zo'n nestjes draad steken, lijkt al dat dat dan een volledig nestje is. Ziet, want hier is sisal, hier is het een beetje het speelse effect, maar steek je daar meer nestdraadjes achter, dan wordt het een nestje. Dan kun je het ook vullen met paaseitjes eventueel. Ziet? Nu mag je met de lijmpistool, het hoeft ook niet, hé, dat je dat daarachter steekt. Het mag, hé, maar het moet niet. Hé. En nu mag je met je lijmpistool voorzichtig al die puntjes omdraaien. Maar ik zie nu wel dat dat eigenlijk in het verkeerde papierken is. Dan moest met dat. Maar geen nood, we gaan er zo'n gaatje in maken. Dus je draait nu alle designpapiertjes om. En dan pak je lijmpistool en aan die topjes doe je een toppetje lijm. En mocht dat gerust een beetje bol laten staan. Ziet, dat moet niet strak gespannen zijn. Ziet, als je dan een beetje bol laat staan, mag er gerust een beetje meer lijm op. Niet te veel natuurlijk, anders loopt het ook allemaal uit. Ziet, dan houdt dat even vast. Want met gewone lijm of met een dubbelzijdig tape, dat komt met de tijd dan los. Dus is het wel beter van met het lijmpistool, het is dan direct en vast is vast. Ziet, allemaal mooi omdraaien. Je kan het ook even goed loslaten, he, moest je dat willen. Je rolt dat dan een beetje op. Uw designpapiertje. En je kunt het ook loslaten. He. Het moet niet vasthangen. He. Kijk, je rolt het een beetje op. Dat kan ook. He. Dat is ook een heel speels effect. He. Ik ga het hier eerst zo doen. Kijk, je kunt het even goed zo laten. He. Want uiteindelijk als je doosje toe gaat doen, is het weer wat platter. He. Maar je kunt het even goed zo laten. He. Dan is het meer gelijk een bloem. Je mag kiezen wat hij doet. Dus dat draaien we ook weer om en plakken we vast. Voilà. Ziet, daartussen heb je nog plaats genoeg om iets ertussen te steken. Hé? Door de hoekjes dat je omdraait. Het hangt er ook vanaf in hoeverre dat je die hoekjes spant om op te draaien. He. Je kunt ze spannen gelijk met je papier, maar je kunt ze een beetje bol en over je papier leggen. He. Dat is wel iets leuk, want het ziet er moeilijk uit, maar het is totaal niet moeilijk. He. Voilà. We zijn er bijna. Voilà. Ik heb dat nu op het designpapier gedaan. Het lijmpistool mag eigenlijk uit. Als er mensen zijn die meedoen met dat systeem mag nu uit, we gaan het niet meer nodig hebben. Ik heb dat nu in designpapier omgekruld, maar gelijk dat ik al zei, kun je dat eigenlijk van je doosje ook omkeren. Als je datzelfde systeem nu doet, maar met je doosje, dan maak je hier een cirkel in en je snijdt het dezelfde manier, like dat we gedaan hebben hier, maar dan komt je papier van binnenuit over je designpapier. Dan komt het van binnenuit naar boven. Dat kun je ook doen. Oftewel doe je het dan op het designpapier. Je kunt kiezen. Maar nu moet men daar nog een gaatje in maken. Dus ik ga nu kijken voor met de cirkelsnijder een gaatje te maken. Dat was eentje van 6. Denk ik dat dat was. Ja.
Nog niet toe. Een 5 centimeter is dat hier. Dus een 5 en we meten dat dat in de midden gaat komen. We zetten een beetje hulpmiddeltjes. Voilà, daar is de midden. Zetten de cirkelsnijder erop. Gaat nog een beetje vastplakken, want je mag het toch niet betrouwen, niet dat dat wegleidt. Want dat is dan jammer als je aan de helft van hun cirkel al bezig bent en het glijdt dan nog weg. Dan is het jammer dat het allemaal om zeep is. Dat is wel heel gemakkelijk, die cirkelsnijder. Hij doet eigenlijk alles zelf. Maar het is ook nog een hard kaartstok dat ik gekozen heb. Dus zal een handje moeten helpen met doorknippen. Ik heb wel wat steviger kaartstok gekozen omdat het toch een doosje is. Als je dat dan vult, dat het dan toch wel wat stevig is. Want als je een slap papiertje pakt, dan gaat ook als je doosje toedoet, al eerder je doosje platvallen van de druk dat je erin steekt. Dus pak maar een goed stevig kaartstok voor dat doosje. Voilà, en dan mag het dan ook opgeplakt worden. Dus oftewel kies je designpapier met de flapjes, oftewel hetzelfde systeem, maar met je doosjespapier. Ziet, dan maak je een cirkeltje met je potlood en dan doe je hetzelfde systeem en dan komt dat papier van je doosje naar buiten. Ziet, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Je mocht ook de randjes distressen of met inkt doen. Dat mag allemaal, hé. Aangezien de kleur wat je bezig bent van je doosje. Je kunt er al in kiezen wat je zelf wil. En dan gaan we een doosje plooien. Nu mogen we de rellijnen dat we gemaakt hebben plooien. Vandaar dat ik zeg in het begin nog niet plooien, omdat dat gemakkelijker is als je moet een gat maken in je machine en hebt dat al geplooid, die rellijnen, dan is dat niet meer zo gemakkelijk om in de machine te steken. Dus als je de plooien plat laat totdat je dat middenste gemaakt hebt, dan zijn ze gemakkelijk. Maar nu is dat af en nu kunnen we plooien. Dus niet direct erop vliegen en willen plooien. Rustig aan totdat die voorkant gedaan is. Want al is het een gat dat je moet maken, het is niet gemakkelijk als al alle kanten. Kijk, als je dat geplooid hebt en je moet er nu nog een gat beginnen en maken, is dat een beetje foefel. Nee, we gaan weer. Je mag het dus gerust in die rillijn dat we nu gemaakt hebben, een keer goed met die vouwbeen langs gaan. Dat die vouw er goed in staat. Want dat is ook van groot belang, dat uw doosje eigenlijk staat. Niet dat dan aan alle kanten slap staat te wiebelen. Maar met de vouwlijnen er goed in gevouwd, blijft het doosje strakker staan. Van alles een keer goed aanduwen. Nog eentje. Voilà. Nu zijn we klaar. En nu gaan we plakken. Ik heb hier nog. We moeten eigenlijk nog, als we gemakkelijk willen zijn, die boordjes er nog op plakken. Dat gaan we ook nog doen. Met ons designpapier. Van 2 keer 7,5 op 1,5 en 2 keer 11,5 op 1,5. Terwijl dat nu nog open ligt, gaan we dat daar ook nu nog op plakken. Dus 7,5 maal 1,5, 11,5 maal 1,5. Ook de stressen of inkten
al naar wens, hè? Als je dat wilt. Dus dat plakken we op de lange kant. Ziet nu is dat nog gemakkelijk, hè? Maar om het toegeplakt te hebben, is het iets wat moeilijker. Voilà. Plakken we op de andere lange kant. Mooi gelijk met de vorige papiertjes. En nu nog die kortjes. Op het eerste plakken, op het eerste vouwtje, want dat is het klepje die naar binnen gaat. Dus op het eerste vouwke, en hier ook op het eerste vouwke, daar gaan we plakken. Voilà, gelijk met uw ander papier. Dus alles komt nu mooi gelijk uit met uw papiertje dat je aan de binnenkant hebt. En nu gaan we dat toeplakken. Ons doosje. Dus kijk, we zien het al komen. Hè? Zie je het al? Het wijst eigenlijk wel zichzelf uit wat het gaat worden. En ik kies er dan voor, als je toeplakt, voor de kant dat je toeplakt al de binnenkant te steken. Dat je dan als je kijkt aan de andere kant, dus aan de buitenkant hier, dat je mooi je doosje hebt. Ziet? Je ziet het wel niet echt dat de sluiting is, maar toch vind ik het leuk dat het daar zit. Dus we gaan nu ons doosje toeplakken. En als je kijkt en je vormt je doosje, dat is het gemakkelijkst. Kijk, je vormt je doosje. En als je het dan open doet, zie je waar dat je moet lijmen. Maar je moet één klepje niet lijmen, hè, want we moeten het kunnen open doen van boven. Hè. Dus je kiest de mooie kant, hoe dat je het gaat in je kaart plakken. Zo of zo, maakt niet uit. Maar als je open doet, moet je zien dat je de bovenkant nog vrij hebt. Dus je mag plakken hier aan de zijkant en hier aan de zijkant. Maar niet van boven. Stel je voor, je hebt er super lekkere snoepjes in gestoken en je kunt er dan niet aan. Dat zou pas iets zijn, hè? Voilà. Je mag dat gerust een keer op tafel leggen. En een keer met uw vouwbeen goed aanduwen. Dat dat goed plakt. Hè? De andere kant. En dan de zijkant ook. Lijmboordje. En plakt het op de onderkant van uw doosje. Je mag het gerust dan naar beneden leggen. Als je een lang vouwbeen hebt, heb je dat heel handig. Dan kun je dan een keer ver kruipen. In je doosje of in je creatie dat je aan het wenden bent. He. Dus dat vind ik ook wel leuk. De eerste keer dat mijn vouwbeen had, dacht ik, oei, oei, hoe onhandig is dat nu? Zo groot en ik had er geen weg mee kunnen. Maar uiteindelijk is dat wel een ideaal als je een keer ver moet iets aanduwen van lijm. Want zowel met de vloeibare lijm van Dutch Doo Badoo of de strips, de dubbelzijdige tape, alles moet wel een keer goed aangeduwd worden, want uiteindelijk is het een doosje en moet goed vasthouden aan elkaar, he, dat toch niet van een valt. Voilà, dus alles is mooi geplakt en we hebben nog één klapje over. Wat gaan we nu doen? We gaan daar dat lint aan hangen. Er was twee lintjes en er was één lint. Dat ene lint, dat mag nu vastgeplakt worden aan het doosje. Dat moet ook niet. Moest je nu zeggen, kijk, voor mij is dat overbodig dan die lintjes daar zijn. Ik hou daar niet van. Dan laat je dat gewoon weg. Maar moet dan wel zien dat je klepje mooi toe is. En dat ook niet te zwaar is. Want als er geen lint omheen is, houdt dat ook niet vast. Dus stel dat je vaccinelichtjes insteekt en je wilt het geven, dat die klep niet uit vliegt en de vaccinelichten zijn weg. Dus daarom is er een
touwtje of een lintje aan, omdat eigenlijk dat klepje mooi toe te houden. Dat een inhoud niet wegvliegt. Maar zeg je van, ik ben een heel voorzichtig mens en de ontvanger is ook een heel voorzichtige, dan gaan ze niet weglopen. Nee. Dan moet het uiteindelijk niet. Want het is hier een lintje en aan de zijkant een lintje, maar niet iedereen houdt van die lintjes. Hé. Dus je mag dat gerust, als je daar niet aan zit, dan weglaan. Dus die wel zijn lintje plakt, gaan we langs de achterkant dubbelzijdige tape ophangen. Ik gebruik daar heel graag de scoretape voor, want dat is gemakkelijk dat je kan afscheuren. En ook, die is wel heel stevig. En als je het lintje er moet afpakken, is dat niet zo statisch. Dus, voilà. Dus die wilt er een lintje aan plakken, is nu de moment voor een lintje te plakken. Een lintje of een touw kan ook, hé. Een jute touwke is altijd mooi. Hé. Eventueel een mannenkaart die voor iedereen wel, altijd wat moeilijker is. Je steekt er een beetje snoepjes in. Of een cadeaubon in. Een aankoopbon van iets. Dus ja, om het even welk cadeau het is. Maar als het voor een mannenkaart is, het is toch wel een keer handig dat je een keer iets anders hebt. En dan kun je even goed in de plaats van die lintjes een jute touw gebruiken. Zo op die rol gaat ik het om. Kijk, en als je dat al vervangt, dat lintje door een touw, dat is al heel wat stoerder, hé. Ziet? Soms denken, wat gaan we nu weer geven voor een man? Het is weer moeilijk. Maar als je je designpapier aanpast en je doet er een touwtje aan in plaats van satijn lintjes, is dat al helemaal de mannelijke kant, hé. En is toch wel een keer leuk voor een man dat een cadeautje is ook. Dus alles kan. Dus het is het langere lint. We gaan een keer onze doosje toe doen en dan kijken we dat de mooie kant vooraan is van ons doosje. Dus we pakken ons lint, we plooien het in tweeën voor een beetje de midden te weten van ons lintje. En op de averechtse kant van ons lint plakken we het vast. Zodanig dat de rechtse kant van het lint mooi naar van voren komt. Ziet? En de rechtse kant van het lint is wat dat glimt. Je ziet op satijn lint is er een kant dat blinkt en een kant die wat matter is. De structuur is ook anders. De structuur hier is glad effen. En de onderkant ziet het toch wel dat er geen relief in zit. Dus daaraan zie je het verschil de rechtse kant bij de averechtse kant. Klein detailje tussendoor. Voilà, dan doen we het doosje weer toe. Het lintje mag dan weer, of het touwtje. En terwijl we ons doosje nu vast hebben, gaan we nu gereed het plakband eraan leggen om dan straks in ons doosje te plakken. Dat plakken we ook goed vast. Want dat zijn wel dingen die eigenlijk een beetje gebruikt zijn. Als je een kaartje aan iemand geeft, ja, dan is het een kaartje. Dan is het niet zo zwaar. Mensen gaan ook geen 20 keer draaien en keren om te tonen aan iedereen, want het is een kaartje. Maar zoiets, mensen zijn al blij dat ze dat krijgen, ze gaan dat aan vele mensen tonen, dus zorg dat de doos ook goed vasthangt. Want dat is iets dat wel gebruikt wordt eigenlijk. Het is een beetje onhandig plakband opplakken als er nog niets in zit. Maar dat doen we met geduld, hé. Voilà. Dus we plakken het goed vast. Dat ons doosje goed vast in de kaart past. En als alles stevig is, dan kan dat gerust tegen een duw, hoor. Dat kaartje en het doosje.
dan draai ik dat nog een keer om. En omdat je dat heel goed moet plakken, leg het ook nog een keer op je matje en wrijf nog een keer goed aan met je vouwbeentje. Goed wrijven overal, want dat geeft toch het extraatje, ziet dat mooi plat komt, hé Tom, uw plaklint. Dus geef er maar een goede duw op, dat goed vastplakt. Wat moet veel verduren. Dat gaan we nu even aan de kant leggen. Wat het moeilijkste is gedaan. Dan gaan we ons andere kaartstok pakken. De kaartstok van 24-3 op 15. Dus 24-3 op 15. Het is niet moeilijk, want het is het enige dat we nog over hebben. Maar niet veel moeten snijden van kaartstok. Het is niet veel werk aan om het eigenlijk te snijden. En dan gaan we weer rellen op de lange kant. En dan gaan we rellen op 11 centimeter. Dus 11 centimeter en 13,3. Dus op 11 centimeter en op 13,3. Het ruilbord mag dan ook al weg. Dat hebben we ook al niet meer nodig. En we hebben hier nog designpapier over. Dus dat is ons buitenkaart wat dat we nu aan het snijden zijn. Dus de buitenkant 1, 2, 3, 4 stukken hadden we van 10,5 op 14,5. En dan die kleine stukjes zijn voor de voor- en de achterkant. Ik heb ertussen nog een matlaagje gelegd. Dat is ook echt aan u de keuze. Het is te zien, ik heb er een matlaag achter gelegd omdat het grijs op dat grijs was. Dat breekt dat dan een beetje als er weer een andere kleur tegenover zit. Maar het moet niet, hè. Wel, die gewoon designpapier op de kaartstok kan even goed. Voor een matlaagje pak ik altijd een aantal millimeterkes minder. Mensen die moeilijker hebben met millimeterkes, pak een halve centimeter korter. Dus als je nu je designpapier hebt, dan meet hier op deze kant 11 centimeter. Dus pak je voor je matlaag 10,5 en voor je designpapier 10. Zie, iedere keer een halve minder. De hoogte is dan 15. Pak voor je matlaag 14,5 en voor je designpapier 14. Ziet, als het moeilijker hebt met een aantal millimeter, pakt van eerste keer een halve centimeter. Dus een halve minder voor een matlaag en nog een halve minder voor je designpapier. Ziet, dat is volledig aan u de keuze. Nu heb ik twee papiertjes voor de binnen- en de buitenkant. Want je ziet aan de creatie dat ik nu heb, het papier dat ik nu heb, is eigenlijk wel voor de mannen heel geschikt. He. Ziet, de bruintinten ook. Dus dat gaan we opplakken op de voorste kanten. Ik ga dat aan de kant doen. Want hier zit er juist een hoekje. Ik heb een keer gekozen voor enkel de randjes te distressen, omdat ik vind dat het wit dan nog een keer terugkomt, maar heb ik dan niet meer nog een keer met bruin erboven gegaan. Want we kunnen wel zoveel met papier, hè. Je kunt het gewoon laten, je kunt het een keer een beetje distressen met de paper distressen en je kunt het ook weer een kleurtje geven. Maar eigenlijk moet het niet, hè. Je kunt even goed een keer peperdistresser er langs. En dat is het weer. He. Is allemaal wel een keer leuker dan altijd plat papier. Dus dat is nu de buitenkant.
En nu gaan we de vouwlijnen ook maken. En weer een keer goed aanduwen met ons vouwbeen. Voilà. En nu de andere kant ook. En nu zie je goed waar dat klein strookje nog moet komen. Als die vouwen daar goed in staan. En dan plakken we weer gelijk met de andere papiertjes. Voilà. En dan gaan we naar de binnenkant. Maar aan de binnenkant mogen we niet vergeten van onze lens te plakken. Dus wat gaan we doen? Voordat we designpapier plakken, gaan we ons lint in plakken. Dat lint ook gaan we met de rechtse kant nu naar de binnenkant plooien, zodanig als het plooit, dat de rechterkant van het lint naar boven komt. Ziet? Dus we plakken op de binnenkant plakband en de rechtse kant van het satijnlint op de kaart. Je mag ook eventueel met doorschijn plakband dat vastplakken, maar zelf vind ik dat dat niet zo sterk is. Want dat lintje moet ook heen en weer, we moeten het ook goed sterk vasthouden. Dat is ongeveer in de midden, hé, dat je een dubbel laagje legt. Dat moet je niet echt uitmeten hoor. En nu met de rechte kant van het lint naar de kaart kijken. Ziet, want als we het aan de kaart toe doen, dan komt de mooie kant van het lint naar boven. Aan die kant juist hetzelfde. Zorg wel dat het een beetje gelijk is. He. Heb je het moeilijk om gelijk te houden? Kijk, leg gewoon een latje eronder. He. Dan moet je goed uitkomen, want anders is het moeilijk een strik maken als er een lint zo ver van boven hangt dat een ander kan niet. Ziet, we zouden zo een lint hangen, dat komt niet goed. He. Dus leg er uw lat langs en het komt goed. He. Dan zijn we ongeveer recht. En hier ook gaan we weer het lint pakken. Met de rechtse kant van het lint op de kaart. Voilà, dat ziet. Als je het toedoet, heb je hier een mooie lint en heb je nog een mooie lint van de andere kant. Het is maar een klein detailje hoor, over rechts en links van een satijn lintje, maar het maakt het toch allemaal wel mooier als het juist is. En nu gaan we dat designpapier opplakken, ik denk dat we dat juist gedaan hebben. Als de buitenkant, nu doen we de binnenkant. Het is wel een kaartje die heel leuk is en die wel vlug gemaakt is. Want die vier paneeltjes snijden, die zijkantjes snijden hier, dat is niet veel werk. En voor het doosje ook niet. Hè. Uiteindelijk, voor het werk dat je maar moet doen, vind ik het wel een leuk resultaat. Ja. En nu gaan we nog het mensstrookje plakken. Verstaat iedereen waar dan we mee bezig zijn? Het is eigenlijk wel niet moeilijk, hè? Het wijst zichzelf allemaal wel een beetje uit. Maar als er vragen zijn, laat ze gerust komen, hè? Ah, nu is Hans onze binnenkant gedaan. Dus wat blijft er nu nog over? Juist ons doosje erin plakken. Moest het zijn dat je ook aan een achterkant een speciaal detail wil aanbrengen, doe dat dan nu, voordat dat doosje erin zit. Want als dat doosje erin zit, is het ook wel weer draaien en keren. Dus wil je iets speciaal op achterkant of voorkant, doe het dan nu. En als je denkt, alles is goed, dan mag je het doosje met het lint erin plakken. Voilà. We hadden dat hier al start klaargelegd. Dus hebben we maar de lijntjes eraf te trekken.
En als je dat goed hebt aangeduwd, dan komen die strookjes er vanzelf eigenlijk af, hé. Omdat ze al zo goed op je papiertje plakken. Voilà. Nu doen we ons doosje toe. Hopelijk mag er straks iets lekkers in. Deel gerust ook op de groep, hé, mensen, als je iets maakt. Het is zo leuk om alle verschillende creaties te zien. Dus echt. Voilà. Nu gaan we kijken. We doen dat eigenlijk ook op het zicht, hoor. Hoe dat je doosje er gaat inbrengen. Het is niet echt dat je moet zeggen, we gaan er een kilometer van zetten. Kijk, en nu ook als we ons klepje open doen, kunnen we weer een keer met ons vouwbeen goed aanduwen. Dat dat doosje mooi in de kaak zit. Goed vast. En stevig. Voilà. Het klepje kan weer toe. Het lijntje doen we ook toe, oftewel met een knoopje. Best is ook om de randjes af te branden met een brander als je satijnlijntjes gebruikt. Anders rafelt dat uit, hé. Dus aan de binnenkant maakt me eigenlijk al een goede, mooie knoop. Als je daar een beetje goed aan trekt, krijg je mooie fronsjes aan die lijntjes, ziet. Je krijgt dan al mooie fronsjes als je dan een keer goed toetrekt. Want ons doosje is stevig van kaartstok, we mogen er wel een keer aan trekken. He. En dan knipt die toppetjes af, als het gevuild is of als het niet meer gaat open doen. He. Dus dat is dan dat. Je kunt ook die kant nog versieren. Ik heb hier nog met de cirkels opgewerkt en nog een vlinderke opgezet. Natuurlijk, met zoveel bloemetjes kan een vlinder niet ontbreken. Hé. En nog een steentje op zijn lijfje gezet. Ik heb ook op de topjes met de Nouveau nog druppeltjes gezet. Want dat is ook super leuk om mee te werken. Leuke bolletjes als het dan mooi droog is. Zie je echt mooie zelfgemaakte bolletjes. Eventueel nog een stempeltje hier of daar. En dan kan het doosje weer toe. Dus hier ook is gewoon nog versieren. Hé. Naar wat je er wil opbrengen. Het kan ook evengoed iets van mixed media zijn. Tegenwoordig hebben we veel soorten dat we kunnen doen. Dat het niet altijd op papiertje moet zijn. Je kunt er gerust nog met pasta of distress of met een mask nog iets opmaken. Of personaliseren met een foto of een naam. Kan allemaal, hé. Voilà. Dat was dus ons kaartje. Ik hoop dat voor iedereen leuk was. Dat er veel mensen het kaartje gaan maken en in de groep gaan zetten. Bedankt voor het kijken alleszins van vandaag. En tot de volgende live. Doei!